Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. You just give me a... Het is vandaag maandagochtend. Ik heb net gesport, ik ben er bij mijn ouders en ik ga zo meteen weer naar Amsterdam. Ik heb even een lekker matchatje voor mezelf gemaakt. En er kwam dus net weer een pakketje binnen. En ik dacht, ik moet het gewoon meteen zien. En ik open de vlog en ik laat het zien. Mijn favoriete moment van de maand. Look fantastic! Nou, you know the drill. Sarah VLF krijg je bizar veel korting op van alles. Je kan ervan invullen en dan rekent hij automatisch de kortingen uit. Look fantastic heeft gewoon alle soorten beautymerken. Meer merken dan we normaal in Nederlandse cosmetische winkels kunnen vinden. En daarom vind ik het gewoon zo chill. De prijskwaliteit is top. Ze hebben veel deals, veel kortingen waardoor het allemaal veel goedkoper is. En ze hebben gewoon super chille merken. Dus ik heb weer even wat favorietjes besteld. Dingen die op zijn. Ik heb hier, zie ik, een gel. En ik heb hiervan echt een gel. En dat is echt mijn meest favoriet ooit. En ik wil hem nog een keer bestellen. Omdat Cecile, mijn huisgenoot, hem heel vaak pakt. Dus ik dacht, ik bestel er gewoon nog even haar. Dat is heel lief. Maar zie ik dat ik het verkeerde heb besteld. Maar oké. Dan deze mascara. De Sky High mascara van Maybelline is echt mijn ultieme favoriet. Ik zweer gewoon op deze en de MAC Stack zijn echt mijn favoriete mascara's. Maar deze is net wat goedkoper, dus wil je meer budget dan die. Dan, de Bobbi Brown primer. Ik heb, dit is al de derde die ik heb gekocht. Die van mij is er nog niet op, maar wel bijna. En ja, dit is gewoon de beste primer ooit. Hij is super voedend. Je krijgt er een hele mooie egale huid van. Hij is wel duur, maar hij is echt waard. Veel fysicisten. We waren bij de Estée Lauder Group en toen zeiden ze ook dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt als zo'n goede primer. Het is een all-in-one primer en moisturizer. Dus je bent wel klaar, moisturizer en primer in één. Oh ja, dan heb ik heel cute van Revolution een oil control roller. Dit zie ik heel vaak op TikTok. En dat is dus een roller dat je over je gezicht doet. En dat moet dan dus, dan moet je gezicht dus dan een soort olievrij worden of zo. Kijk. Dus dan heb je dit. Maar, en dan doe je dus zo. Ja, ik heb nu natuurlijk ook geen make-up op. Maar volgens mij werkt dit oprecht. Maar dit werkt nog goed ook. Wat een grappig spul. Het was eigenlijk niet duur, dus altijd handig om in je tasje te hebben. Dan mijn favoriet Long Lasting Make-up Setting Spray. De All Nighter Setting Spray van Urban Decay. Ik vind deze echt geweldig. Ik heb deze ook echt al 20 keer opgemaakt. Dit is gewoon top. Deze is altijd mijn favoriete setting spray ooit. Dan, dit is nog een ander favorietje. Ik heb echt alleen maar favorieten. De Elizabeth Arden Eat Our Cream Balsam. En ze zijn allebei bijna op. Deze lippending en deze grote. En dit is dus een handscream. Ook chill. Het is toch wel leuk om in een setje te bestellen. Ook een heel leuk cadeautje. Ik kan er veel woorden aan vuil maken. Maar het is gewoon een topproduct. Ik doe dit ook ochtend op mijn lippen. En mijn lippen worden er super mooi zacht van. En ik ben er verslaafd aan deze. Die lippenbalsem zit dus in mijn tasje. Die heb ik echt heel snel opgemaakt. Omdat ik er zo verslaafd aan ben. Omdat het gewoon zo creamy en zo chill is. Maar het laat wel een mooie glow achter. Oh, dit is zo'n bronzer stick. En deze zie ik heel vaak voorbij komen van Nude Sticks. De kleur Bondi B. Aan de ene kant zit dan dus het kwastje waar je het mee kan uitsmeren. En aan de andere kant zit de contour stick. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik hou heel erg van contour sticks en allemaal dat soort dingen. Heel nice. Dan een ander product wat ik ook heel fijn vind is deze van Bonnie Sands. Bonnie Sands heeft trouwens super veel chille tanning. Deze dus, hun mousse. Ik heb ook een body lotion van hun. En dit is dus een tanning milk. Dus dit is een body moisturizer met een tan erin. Dus als je dit gewoon elke dag opsmeert, dan... ja, blijf je gewoon een beetje bruin. Doe ik altijd op mijn benen. Lijkt altijd gewoon een beetje bruine benen heb. Maar het is niet echt zelftan. Er zit dus een beetje tussen een body lotion en een zelftan in. Dus het gaat heel geleidelijk en egaal. Dus heel erg blij mee altijd. Oh ja, deze kreeg je gratis bij. Dit is dus van het Nude Sticks. Een blush. Heel cute uit. Ja, ik zit nu geen make-up op. Ziet er helemaal niet uit. Maar ook wel leuk om het even uit te proberen. Dan van NARS. Oh ja, de nieuwe concealer in de kleur Custard. Dit is mijn all-time fave. Ja, ik heb echt alleen maar favorietjes besteld. All-time fave concealer van NARS. Blendt gewoon goed uit. Perfecte kleur. Goed dekkend.
En dan als laatste. Deze zag er heel cute uit. Een liquid glitter oogschaduw van MAC. Kijk hoe cute. Is het dus een soort liquid? Ja, dit is toch helemaal cute. En dan heb je allemaal glittertjes zo op je oog. Dat is heel handig, want normaal heb ik echt een glitter oogschaduw, echt een poeder. Maar dat gaat dan allemaal onder mijn ogen zitten. Dus dit is echt vet handig en het ziet er heel leuk uit. Ik ben weer helemaal blij met mijn productjes. Thank you so much. Ik ga vandaag weer naar Amsterdam. Het was een week bij mijn ouders thuis, zoals jullie in de vorige week hebben gezien. Koffer is weer gepakt. En we gaan weer naar mijn stad. Nou, ik heb het echt ontzettend leuk gehad hier. Lekker genoten, veel met vriendinnen geweest hier. Maar ook wel weer zo lekker naar Amsterdam te gaan. En lekker aan het werk te gaan. Ik zweep me helemaal dood, want het is weer bloedbenauwd. Maar goed, ik ga nu naar Amsterdam. Nou jongens, ik ben nu lekker naar huis aan het lopen met Laili. Helemaal gezellig. Laila heeft het warm en heeft net echt een hele dikke droge laten. Vanmiddag hier gewerkt op kantoor. Helemaal gezellig weer, maar ik ben echt helemaal kapot op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom, maar ik word gewoon oud. En ik ga nu naar huis. Ga ik even snel een paar wasjes draaien. Spullen opruimen, want ik heb echt een mega koffer die ik nog moet uitpakken en zo. En daarna ga ik gezellig bij Robin, een vriend van Cecile, eten. En ik heb het trouwens nog helemaal niet verteld, maar deze week gaan Cecile en ik dus een week vegan. Dus we gaan een week lang... Ja, vegan eten. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga er elke dag een TikTok van maken. Dus wil je weten hoe de journey een beetje gaat en wat ik op een dag eet, dan moet je dat zeker checken. Maar hij gaat dus ook vegan voor ons koken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn bij Robin aangekomen. Het is zo cute, want hij heeft gewoon alles vegan gehaald. Echt heel leuk. We gaan dus vegan. Ja, maar je kan er echt niks vegan aan. Nee. Vegan risotto, vegan pasta. Ja, voor jou. Wij moeten de challenge aan deze week, hè? Wij hebben het gewoon lekker vegan burger. I love it. Ook gewoon vegan kaas. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik heb er zin in. Oh mijn god, we hebben gewoon vegan burgers. Wat goed. Ik ben echt heel benieuwd. Yum, 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 yum. Jij wordt er ook gewoon in meegesleept. Ik vind het lekker. Ja, is het lekker? Ja. Wow, hij glijdt er gewoon af. Ik heb ook echt een mooi kunstwerk achter. Ja. Dat is top. Mmm. Besef dat dit allemaal vegan is. Ik vind het best wel McDonald's vibes. Ja, een beetje een McDonald's kipburger vegan of zo. Lekker daar. Nou. Hoe komt dit nou tot stand? Ja, hoe maak je het hier in mij? Geen idee. Hij is ook heel wit. Raapzaad ook. Dit is gewoon wat Cecile en ik waarschijnlijk elke avond gaan eten nu. De toon is gezet. Ja. Vegan burgers. Nee. Ik dacht sowieso wel bio straks. Ja. Of wil je gaan? En we kunnen ook wraps maken. Falafel, pita's. Ja, falafel. Nou, wel zonder zijn kiki. Nou, maar ja, we hebben dit soort dingen. Met knoflook. Dat is jullie. Ik zat net van, kan ik nog een bolhapje uit? Toen dacht ik echt van, oké, volgens mij houdt dat ook echt wel een beetje op. Ja. Van. Kaas, oh nee. Borsten, oh nee. Een lijfje? Ja. That's it. Goedemorgen allemaal, het is vandaag. Dinsdag. Even de check, want ik ben lopend naar kantoor gegaan en dan zul je altijd weer zien dat je net je scooter nodig hebt. Maar we gaan nu naar een agency, want daar ligt een pakket voor ons klaar. Die kunnen we ophalen. Maar helemaal het ligt voor de deur, dus we weten niet of het nog... Oh, hij ligt voor de deur. Maar al die grachten zijn natuurlijk weer af. Bij welk nummer zijn we? Oh, we moeten nog 600 meter. En tot nu toe gaat de vegan week niet goed, want ik heb gisteren de hele avond gekotst. Nee, maar dat kwam niet door het vegan. Dat kwam omdat ik een soort vitamine zuur had genomen. Nou, dat had ik nooit moeten doen. Was dat vegan? Nee, het was niet vegan. Was je vitamine zuur niet vegan? Nou, gewoon, het was gewoon vitamine. Dat is toch niet on-vegan? Oh, okay. En toen ging mijn maag even helemaal bed.
bananen vegan brood. Het is wel lekker, maar hij is echt zo plat. Gewoon, het is gewoon... Nou. Je moet dus even... Je hebt dus ook vegan ei. Ja, je hebt dus blijkbaar vegan ei. Misschien helpt dat. We shall see. We hebben een unboxing, Hey, hallo, dit moet je filmen. Stop, nu meteen. Kom, voor wat? Voor de TikTok. Wacht even hoor. Wait a damn minute. Nee, oprecht niet aanraken. Nee, ik doe het zelfs de plastic weer terug. We doen een mystery bag set op, dus ga ik om de foto. De packaging is zo cute. Ik heb een diffuser, hele lekkere. Parfumolietje. En een toner. Kijk hoe cute het er allemaal uitziet. Ik vind het echt helemaal leuk. Cute. Jongens, het is echt noodweer opeens. Echt vreselijk. Ik moet toch echt er weer aan geloven dat ik moet sporten. Oh, maar dat zit er echt als ik thuis. Tot zo! En ja, ik ga weer sporten. Nou, tot nu toe gaat de vegan challenge heel goed. We hebben vanavond pita's met vegan gyros gemaakt. Dat was heel lekker. En ik heb ook even gesport trouwens. Naar werk. En ik ga nu naar een massage. Heel chill. Had ik nog gekregen voor mijn verjaardag. Echt heel lang geleden. Maar wel heel chill nog te doen. Dus ik ga daar nu heen rijden. Het is hier heel dichtbij. Dus ik ga even iets anders aan doen. Want ik heb nu echt letterlijk mijn pyjama broekje. Goedemorgen, wat is vandaag? Woensdag, ik zweef dood. Ik ben op kantoor, ben lopend. Ik ben helemaal dood. Even ochtendje werk. En daarna met Isabel. Gezellig afgesproken. Oh, eigenlijk is mijn schatje er weer. En hij heeft een leuk pakket van Pink Jellock. Pink Jellock. Ik denk dat je echt een hele... Ik weet echt niet wat dit is. Een hele lamp of zo hebt gekregen. Wat is dit allemaal? Oh ja, Jellock is natuurlijk langer. Ja. Dat is wel chill hoor, dan blijft het veel beter zitten. Ja, dat gaat er niet af. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, één keer. Oh, ik word gebeld door Cecile. Hey schat. Partner. Ja? Belletjes. Hey Cecile. Kijk dan, hij heeft gewoon een hele pink jellock gekregen. Fucking leuk. Steriveel. Ik ga trouwens ook even naar de wc. Doei. En hij had dus net ook bij Hema een... Wat was het nou eigenlijk? Een livestream? Of... Nee, het was... Maar ik was helemaal confused, want ze stuurde echt zo'n Teams link. Ja. Zo van, het is een online meeting of zo. Maar het is voor volgende week allemaal. Oké. Okay. Ja, dit is voor het nieuws. Wat cute. Helemaal leuk. Helemaal in mijn thema. Ja, helemaal panterpoes. Ja, love it. Heel en leuk. En een ijstas. Ja, dat is echt fucking chill. Nou, ga je nog studeren? Ben je ervoor voorbereid? Absolutely not. Absolutely not. Maar wat is dit allemaal? Dit ziet er ook echt helemaal leuk uit. Hier. Huh? Wat is dit dan? Oh, dan kan je de kleurtjes op doen. Dan kan je zien hoe het eruit ziet. Oh, wat leuk. En dan met allemaal... Hoe ga je dit allemaal meenemen? Ja, ik weet het niet. Maar het komt wel goed. Ja, oh, je hebt nu een grote tas. Ik heb nu een grote tas. De tas komt heel goed uit. Ja. Valt daar nog wat? Ja, leuk, leuk, leuk. Ja. Heer, lieve. Cute. Jongens, ik ga met Isabelle en haar broer, dat is dus mijn neef, een drankje doen. Die zit hier voor op de motor even fucking cool te doen. Wat een liefje hoor. Lekker op de motor en het lekkere weer. I love it. Ik heb dus net indie lesjes opgedaan. Ik ben weer helemaal excited. Ik vind het zo chill. Dit blijft dus gewoon meerdere dagen zitten. En het zit ook gewoon goed en mooi. En het is dus ook waterproof. En je kan het 4 keer hergebruiken. Dus je kan er gewoon een maand mee doen. Dus het is echt ideaal. Het is geen spon of iets. Het is van een vriendinnetje van mij. Dus ja, als je haar wil supporten, super leuk zijn. Je kan ook met korting bestellen. Namelijk 15% met Sarah 15. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Super leuk. Ik zal ook even in de comments zetten of in de beschrijving wat voor lesjes ik heb. Dus kunnen jullie, als jullie deze mooi vinden, ook bestellen. Nou, ik ben er helemaal happy mee. Dus ja, ik ga nu even gezellig een drankje doen. Ik ben nog gezellig
met mijn neefje en mijn nichtje. Ik heb iets weer met verrast met de Prada zonder bril. Hij is helemaal blij. Zo fucking mooi. Hij is zo vet, maar hij past echt perfect bij jou. Ja. Helemaal leuk. Ja, zit op terras, maar ja, ik zit dus in mijn viering week. Zij kan gewoon niks eten. Kan gewoon niks van deze taart eten, gewoon niks. Nee, gewoon alles is wel iets met kaas. Nee, want er zit er weer boter, ja, er zit er... Ja, kale brood, nou dat hoef ik liever niet. Kale brood. Ja. Zo pakken dit ding ook. Ja, echt helemaal leuk. Helemaal blij mee. Zeker deze, ik weet niet of dit wat jullie wat zegt, maar helemaal leuk. Gewoon een grotere versie van jou. Ja, ik heb deze. Ik zag iemand op Ibiza ermee lopen, dacht, oh, die wil ik. Ja. Ik dacht, oh mijn god, die bestaat ook. Ja. Het is inmiddels 6:30. Gezellig op het terras gezeten. En mijn spaarrood en mijn koffie, want er was daar dus niks vegan. Dus ik heb niks kunnen eten. Nou, geen borrelhapje, niks. Dat is echt welkom toe een dorp. Ik ben nu onderweg in de auto weer terug naar Amsterdam. Cecile gaat heel lekker eten maken. En dan gaan we gezellig in het park opeten. Dus helemaal gezellig. Super lekker weer. Dus helemaal gezellig. En ik heb wat TikToks nog geëdit en al. Dus helemaal leuk. Nou, we zijn lekker in het park aan het eten. Helemaal gezellig. Dus Cecile heeft falafelsalade gemaakt. Zit er mooi in. Ja, ik kan confirmen, het is heel lekker. Ja? En tahin dressing die ik zelf gemaakt heb met soja en agave siroop. Girl. Avocado, komkommer, koriander. Ja, voilà. Ik ga het even proeven. Taste test. Nou, dit is smakelijk. Mmm. Jij ook? Wat? Lekker hoor. Zoals ik. Mmm. Wow. Oh, dat is spicy. Ja. Ja. Ik kan het wel lekker. Heel lekker. Nou jongens, het eten is helemaal op. We hebben lekker aangevallen. Het is echt een heerlijke avond. We zijn daar aan het rennen met Laila. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik weet eigenlijk ook even niet waar Laila is. Maar ze rent weg en ze krijgen er niet te pakken. Dus ja, helemaal leuk. Kijk, daar gaat de trein. We zijn trouwens in het Westenpark, toen heb ik dat al gezegd. Het is zo lekker weer in Nederland. En sinds wanneer is het zo lekker weer dat je gewoon avonden lang achter elkaar buiten kan eten in een park, lekker kan chillen. Ik ben echt helemaal fan van dit concept. Mag dit alsjeblieft elk jaar van april tot oktober. Ik ben daar. Ja, dus dit kan echt niet. Het is al 4:15. De hele dag gewerkt en geëdit en product. En product. We hebben vanavond een bootparty en zo meteen een borrel, want de stagiaire is de laatste dag van Procio, her last day. En we gaan dus vegan McDonald's bestellen, of we hebben vegan McDonald's besteld. Oh, hij is er! I'm here. Ik ga het halen. Tot zo. Helemaal naar beneden rennen. Scheid verder. I'm here. Ik zeg, coming. Maar we hebben dus een Mac plant. Ik heb dat nog nooit gegeten. En frietjes met ketchup, want je kan dus wel frietjes eten. Yes. Oh, oké, okay, daar gaat hij wel. Ik kom er aan. Nu gaat het ook. Nu gaat het duren bij. Laila, doe even normaal. Hi. Sarah? Ja. Dank je. Laila, doe even normaal. Pas voorbij. McPlant was heel lekker. Echt niet normaal lekker. Ik proefde gewoon verschoon. Hey. Oh, little bit. En niet meertje. Lekker champagne uit de koffie. Ja, we gaan even opmaken. Lekker regeltjes op mijn schip. En die zijn als volgt. En je glas mag mee naar buiten, maar neem het ook weer mee naar binnen. Er mag niets overboord gegooid worden. Behalve je schoonmoeder. Verder wens ik u een behouden vaart. En mocht het eventueel toch fout gaan.
wij delen. Nee, ik ga het niet meer. Kijk, ik doe nou. Doe nou. In de vodka. Jawel. Oké, dit is puur vodka. Is vandaag alweer vrijdag. Vandaag is eigenlijk een hele leuke dag en heb ik je nog helemaal niet over verteld. Maar ik ga vanavond naar de weekend. Hoe fucking leuk. Ik heb er echt mega veel zin in. De vegan challenge doe ik nog één dag. Want in het weekend ga ik het niet doen. Want ik heb allemaal etentjes staan het eten. En een restaurant waar we gewoon niet helemaal nooit zo mogen geweest in mijn leven. Wat dan? Ik heb niet geslapen. Oh. Nou jongens, ik heb me helemaal klaargemaakt, want ik ga naar de weekend. Dit is mijn outfit. Bandeau met deze broek, schoentjes, blazertje, hartje in de staart. Dus ik ga op de scoot naar de arena. Oh my god, ik moet nog mascara doen. Oh my god. En ik ben alweer te laat, help. Ik ga kijken hoe ver ik kan inzoomen met mijn camera. Wow. Ja. Yeah.
jongens, het is echt een hele... Je moet even een tiertje, want die laat het snel stop. Oh! Wat, wat moet ik doen? In die... in ons doe eens. Laat het snel. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Gefeliciteerd! Jongens, hele rare random iets, maar ik ga uit met vriendinnen doen. Met Anne en Nina trouwens.
zaterdag. Gisteren was het weekend dus echt heel leuk. En toen ben ik daarna dus nog uit geweest. Was ook heel gezellig. En ik ga nu mijn nagels laten doen, want het ziet er niet meer uit. Even een gelakje erop. En Cecile zit daar ook. Hallo allemaal, het is inmiddels een tijdje verder. Mijn nagels zijn gedaan. Ik ben er echt helemaal blij mee. Bij Crystal Nails in de Pijp. €40. Nieuwe set acrylnagels. Nou, ik vind het echt niet normaal. Ik heb nu even lekker snackjes voor mezelf gemaakt. Ik heb weer een sushi, want de week vegan is voorbij. Want het weekend doen we niet mee. En lekker groenteloempiaatjes. En ik ga even een serietje kijken. En vanavond gaan we uit eten. Jongens, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ik heb deze super schattige jurk aan van Naked. Tosje van Naked. En hakken zijn trouwens ook van Naked. Hoe leuk. I love it. En oorbellen zijn trouwens ook van Naked. Helemaal Naked fitje. We gaan lekker uit eten. Dus yes, here we go. Nou, we zijn lekker uit eten. Met de Absolute Apples Girls. Yes. Mijn pasties. Nou, het ziet er echt geweldig uit. Op het Target. Cheers. Op het Target. Heel random. Cheers. Hallo? Nou. Waar ik was gebleven. We hebben dus een fucking Apple Watch gekregen. Nou, het is niet normaal. Ik ga thuis een hele unboxing geven. Want dit is gewoon geweldig. Maar we gaan nu lekker eten. Yum. Hallo allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ga vandaag gelijk weer de hele dag varen. Maar ik wil jullie nog eens laten zien. Want ik heb natuurlijk gisteren mijn Apple Watch gekregen. Oh my god, ik ben er zo blij mee. Echt, hij ligt nu te opladen. Ik heb echt al helemaal zitten uitzoeken hoe het werkt. Maar het is echt geweldig. Hij is dus nu aan het laden. En ik ben helemaal excited. Yes, I'll be on my way now.